is een behoorlijk kabaal. Waarmee Go Ahead Eagles en AZ het veld betreden. Vol goede hoop, vol goede moed, vol verwachtingen. En het is altijd maar de vraag wat daarvan uitkomt. Ergens zo rond april, mei. Hij gaat starten. Ruben van Bommel. Net als vorig jaar trappen AZ en Go Ahead Eagles het Eredivisie-seizoen af tegen elkaar. Ook toen in Alkmaar. 2-0. Een jaar geleden ongeveer de eindstand. Goals Pavlidis en Van Brederode. Dit is goed doorjagen van Bommel. En dan grijpt Amova in. En die wordt gelijk op de bol geslingerd door Makkely. Slippertje van Jamal Amova. Met een noodzakelijke ingreep daarna. 2 minuten onderweg in Alkmaar als Sugawara de vrije trap. Prachtig krult. Maar de Lange met zijn vingertoppen laat zien dat die contractverlenging niet voor niets is geweest. Tot 2026 kunnen ze minimaal genieten van dit soort prachtige zweefduiken van Jeffrey de Lange. Sugawara nu met de corner. En die wordt bijna binnengeknikt door Hatzidiakos. Zo begint AZ kansrijk. Amova, gewaarschuwd man natuurlijk, maar hij neemt toch wel weer wat risico. Nou, die begint dus echt slecht aan de competitie en nu kan hij het niet meer herstellen. AZ leidt en Amova kan wel door de grond zakken. Klaasie, de gevierde man. Van Bommel jaagt voor de tweede keer Amova af en voor de tweede keer gaat Amova daar slecht mee om. Is dus niet wakker geschud naar dat ene slippertje. Dit is ook weer lichtzinnig. Van Bommel zit ertussen. En Klaasie moet nog wel wat werk verrichten. Je kunt slecht beginnen aan een seizoen. En je kunt 4 minuten voetballen zoals Jamal Amova. Sugawara, de man van de spelervattingen. Na de vrije trap en de corner van rechts neemt hij nu ook de corner van links. Die draait hij aardig op het hoofd van Pavlidis. Vogeltje vrij, 2-0 AZ. Dat geen kind heeft aan Go Ahead Eagles in de openingsfase. Ja, hij komt gewoon aanlopen en niemand die hem oppikt. Randje 16 begint hij. Iedereen blokt iemand en Pavlidis kan ongehinderd binnenknikken. Opa van Marwijk debuteerde overigens ook in de wedstrijd AZ Go Ahead Eagles. Op 17 augustus 1975. 2 keer ademhalen. En je weer een nieuw schrap zetten als Go Ahead zijnde. Ze staan er met veel AZ als Hatzidiakos weer voor de goal geeft. En het is de 3-0 die niet valt. Heerlijke voorzet van Hatzidiakos. Maar kijk eens hoeveel er staan van AZ. Pavlidis is er. Maar ook Van Bommel, De Wit. En zoveel zie je er niet van Go Ahead. Amova, Blomme en Adekanje. Voor hen in de plaats Olivier Edvardsen, Joris Kramer, ex-AZ en Henrik Jansana. Goed druk zetten door AZ, maar dan het schorrigheidje weer dat erin sluit. Het is natuurlijk nog maar 2-0. Het voelt als een veel grotere voorsprong voor AZ dat echt oppermachtig is. Hier op weg is naar de derde treffer als De Lange uit positie is. En daar moet Van Bommelen binnenknikken. En dat doet hij ook. 3-0. Na een assist nu ook een treffer van Ruben van Bommel. En de familie gaat uit zijn dak. Ruben van Bommel. Een goal en een assist. Een kamerbrede glimlach. Ingehouden enthousiasme bij vader Mark. Maar reken maar dat ze glunderen van binnen. En terecht. Pavlidis geen buitenspel. Dan schat De Lange dat er net niet goed in, omdat die bal nog een klein beetje wordt aangeraakt. En springt Van Bommel hoog genoeg om die bal op zijn hoofd te laten vallen. 1 goal en 1 assist. De Lange hier natuurlijk ook deels debet aan. En even luisteren naar het applaus. Dat klinkt voor Van Bommel. Mooi, die glimlach. Sana. Nu de uitbraak van AZ. Als Kuipers ook diep gaan. Zo wat ruimte voor de Alkmaarders.
Sugawara houdt de aanval in leven. Poku kan hem geven aan Pavlidis. En dan is het 4-0, zou je zeggen. Maar De Lange krijgt hem op een presenteerblaadje. En bovendien stond Pavlidis ook buitenspel. Aan de andere kant Edwardsen. Dit is een onhandige overtreding van Hatzidiakos. Geel voor hem. Die later nog wel eens de kop kan kosten. Ik twijfel of het buitenspel is of niet precies goed. Vrije trap is heel mooi. Geen houden aan voor de Australische doelman. Lekkere vrije trap. Niet in het uiterste hoekje, maar Ryan komt er niet aan. Deil richting Edwardsen. Die legt hem klaar voor Zo. En dan valt hij misschien nog goed voor Kuipers. En krijgen we bijna echt een spannend slot. Maar Ryan, het was lange tijd en niets aan de hand meer dan voor AZ. Maar als Ryan deze niet zeer knap pakt, is de nood ineens hoog. Maar hij pakt hem dus wel heel knap. Poku sprinten met Deil. Dat moet Poku kunnen winnen. Dat wint hij ook. En dan wordt hij niet onreglementair afgestopt. Zo luidt de beslissing van de arbitrage. Hij valt, Deil, op het been van Poku. Hij tikt Poku in zijn linkerbeen. Daar. En dus is het in de ogen van Alex Bos en van Danny Makkely een strafschop. Maar er eentje uit de categorie zeer ongelukkig. Dani de Wit en de marge is weer 3. Komt wel wat los hoor bij Dani de Wit. Meijnans richting Poku. Poku. Nog altijd Poku. Lachdo, doet hij dan? Lachdo, jawel! 5-1. AZ met klinkende cijfers aan het seizoen begonnen. De topscorer van de voorbereiding. Nu ook trefzeker bij de eerste wedstrijd in de Eredivisie. En dat is ook direct het laatste balcontact van deze wedstrijd. AZ verslaat Go Ahead Eagles met 5-1.